Zo, welkom terug allemaal in de video van vandaag. 5 tips voor het verbeteren van de geluidskwaliteit van uw video's. Of uw geluidsopname. Als je een podcast maakt bijvoorbeeld, is het ook belangrijk om zeer goed geluid op te nemen. De eerste tip is gebruik te maken van specifieke microfoons. Dus dit bijvoorbeeld is zo'n daspaald type microfoon. Dat eigenlijk heel lokaal geluid gaat opnemen. En dat kun je bijvoorbeeld rond je hals bevestigen, zo dicht mogelijk bij je mond. Zodat dat zo goed als alleen maar het geluid van die persoon die aan het spreken is, opneemt. Andere vormen van speciale microfoons, van die zangmicrofoons, zijn ideaal om in de hand te houden en voor je mond te houden. Je hebt ook shotgun microfoons, dat zijn van die langwerpige microfoons die eigenlijk bovenop je camera gemonteerd kunnen worden. En die vooral zeer gericht geluid opnemen, die dus eigenlijk, als dit een camera is, het is ook een camera, maar goed, laat dan zeggen dat er hier een microfoon op zit. Ik ben er nu mee aan het filmen op dit moment, dus ik zal die afzonderlijk laten zien. Dan zal die eigenlijk, als je die hierop bevestigt, al het geluid dat van hier komt opnemen en geluid van opzij en van achter zoveel mogelijk negeren. Dus dat betekent, als je aan het filmen bent en je draait die camera naar een bepaald onderwerp, om dat onderwerp te filmen, dan gaat dat geluid automatisch ook vanuit die richting opgenomen worden. Dus dat is typisch een shotgun microfoon die dus heel gericht geluid gaat opnemen. En zo zijn er nog tal van verschillende type microfoons. Je hebt ook microfoons om op een aan uw computer op een statief te plaatsen om zo opname te maken. Voor podcast veel gebruikt. Vaak kun je die zelf met een USB verbinding verbinden met uw computer. Dus dat was de eerste tip. Kies de juiste microfoon. De tweede tip is eigenlijk gerelateerd, gebruik ook een afzonderlijke, indien mogelijk, een afzonderlijk opname device. Dus dit is bijvoorbeeld een Sony een voice memo recorder iets. En dat heeft eigenlijk de belangrijke. Je hebt ook van de Zoom H2, is ook een veelgebruikte. En die kosten niet zoveel geld. En eigenlijk de belangrijkste features waar je naar op zoek moet gaan, zijn die gebruiken. Vroeger had je dan met zo'n klein cassetje bijvoorbeeld, maar nu gebruikt dat flashgeheugen. Het belangrijkste is eigenlijk dat een externe input heeft, dus dan kun je gemakkelijk die specifieke microfoons daarop gaan aansluiten en dat je zelf kunt instellen wat het volume is, dus het opnamevolume. Dat zijn denk ik de belangrijkste features. Hier heb je nog een stereo microfoon ingebouwd, ook die Zoom H2 heeft hier zo twee kleine microfoontjes dat je kunt gaan richten om daarin te spreken. Dus dat is een belangrijke tip, gebruik een extern audio opnameapparaat voor de beste geluidskwaliteit. Waarom? Omdat de ingebouwde camera's, hier bij de X-T1 bijvoorbeeld, is er een camera ingebouwd. En ik denk, er moeten in die body ergens, ik denk dat er hier twee haartjes zitten, of het is al van deze kant, twee kleine haartjes zitten in die body. Hier zit een klein gat bijvoorbeeld. En ik denk dat dat eigenlijk de manier is waarop dat geluid opgenomen wordt. Dat is zeer slechte geluidskwaliteit. Dus de juiste microfoon en een externe opnamerecorder. Dan de derde tip is eigenlijk voor als je dan zo'n externe recorder gebruikt, dan heb je eigenlijk, als je gedaan hebt met opnemen, heb je eigenlijk twee bestanden. Je hebt je videobestand van je opname, maar je hebt daarnaast ook je geluidsbestand. En als je die dan op de computer gaat gaan bewerken, moet je die eigenlijk gaan synchroniseren. Dus dat het bewegen van de lippen en dergelijke, dat overeenkomt met wat er effectief gezegd wordt. En terug daar is van even je handen te klappen. En dan krijg je een piek in het geluid op zowel de opname op je recorder als je video. En dan kun je die piek gaan opzoeken en op de tijdlijn op juist exact hetzelfde moment te gaan plaatsen. En zo heb je eigenlijk heel eenvoudig je geluid gesynchroniseerd. Dat brengt ons al bij de ondertussen vierde tip. En de vierde tip is, als je een opname start, dan is het belangrijk, als je in een bepaalde omgeving bent, er is altijd wel iets van omgevingsgeluid. In een gebouw kan dat zijn dat de airco aan het werken is of een computer die op de achtergrond aan het werken is. Buiten kan dat zijn dat je verkeer hebt, dat je vogels hebt of dat je de wind hebt of iets in die zin. Je hebt altijd wel iets van achtergrondgeluid en om dat optimaal te kunnen gaan neutraliseren achteraf, want dat is eigenlijk wat hij niet wilde opnemen op dat moment, dan willen we die extra geluiden gaan neutraliseren. Dat is belangrijk dat je, als je begint op te nemen, dat je eerst pakweg 10 seconden stilte aanhoudt. En dan kun je met die 10 seconden stilte op de computer gaan aanduiden, dat zijn mijn 10 seconden stilte.
En daarmee kan je dan een profiel gaan opstellen om je achtergrondgeluiden te gaan neutraliseren over de hele track. En dat brengt ons meteen ook bij de vijfde tip. En de vijfde tip is van dus je geluid achteraf op de computer te gaan bewerken. Er is een programma met de naam Audacity. En dat is open source, gratis en beschikbaar voor de drie voornaamste computer operating systems. Zijn de Linux, Apple en Macintosh beter en Windows. Volledig gratis, er is geen enkele reden om het niet te gebruiken. En daarmee kun je je geluid eigenlijk gaan optimaliseren. Je kan stereo naar mono omzetten en dergelijke meer. Je kan alle soorten bewerkingen gaan uitvoeren. En een van die bewerkingen is bijvoorbeeld die noise reduction. Dus het feit dat je een profiel opstelt van de achtergrondgeluiden aan de hand van de vorige tip. En dat je dan over de gehele opname dat geluid gaat gaan neutraliseren. Andere bewerkingen die je kunt toepassen is het geluid normaliseren. Dus de hoogste piek, het geluidvolume eigenlijk gaan instellen. Je kan ook limiters gebruiken om hele luide geluiden te gaan uitfilteren. Je kan een equalizer toepassen om meer bas of meer treble of juist minder bas of treble op je stem te plaatsen. En zo zijn er nog tal van andere bewerkingen. Dus dat zijn mijn 5 tips voor het verbeteren van je geluidskwaliteit. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.